Toch wel een zware taak, hè, het koningschap? Ja, om te zwaaien zeker. Dat betekent kom maar binnen. Met je belastinggeld. Niet alleen minister Grapperhaus vergiste zich even in de 1,5 meter regel. Een week eerder vergat ook het Koningshuis op vakantie in Griekenland eventjes de afstand. Wordt hier met 2 maten gemeet en misschien nog wel interessanter. Stel, u zou koning zijn. Wat zou u dan een keertje willen doen? Ik zou niet werken. Ik zou lekker rustig leven van mijn geld. Nou, maar gelijk laten verwennen. Ja, wat anders. Op vakantie gaan. Met een hele mooie boot. En dan mag jij een bikini aan, dat doe ik niet. En lekker gaan eten. Heel lekker gaan eten, maar dan mag die restaurant houden niet zo dicht bij ons gaan staan. Ze hebben het zwaarder als wij, maar ze hebben wel iets meer. Koning was, dan zou ik een beetje om de race zitten, niet zoveel doen. We hebben een goede regering hier, dus ik zou niet zoveel doen dan. Ja, overal handtekeningetjes zetten en nee, ik zou het echt voor de rest niet weten. Hele moeilijke taak heeft hij voor mij idee. Ja, om te zwaaien zeker. Dat betekent kom maar binnen. Met je belastinggeld. Zou u koning willen zijn? Nee. 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 Dan heb je een hele hoop verantwoordingen heb je dan. En dat lijkt me ook niet zo. Nee. Ik wil niet zo beroemd wezen. Ik ben wel te berucht. Je moet altijd in het gelid staan en... Dat en ja, je weet jezelf. Altijd netjes gekleed gaan, altijd bij de kapper en alles. Daar hou ik niet zo van. Ik haal er een kam doorheen en het is klaar. Wat vinden jullie dan van die foto? Kan dat? Ik heb de foto niet gezien dat ze... Ja, toen ik zag, ik denk kan niet, maar ik denk ja, het zijn mensen op vakantie. Ik doe ook dingen die niet mogen, lijkt dat ze. En ik denk, het zijn ook gewone mensen en die zullen ook wel eens een keer buiten het potje pissen. Beetje dom, hè? Beetje dom. Hun moet een voorbeeld geven, vind ik. Maar je mag toch alles, wordt in de doodpot gestopt. Johan Nederland vertelt ons als burger dat wij alles moeten houden. Dat doen we dan ook. Met mondkapje, alles. En dan als koning, vooral in Griekenland waar het ook niet goed gaat. En ook nog arm is, dus slecht gezorgd is. En dat je dan daar arm in arm gaat staan zonder überhaupt afstand of mondkapje. Dan vind ik dat niet goed, nee. Maar het zijn ook gewoon de normale mensen, maar hun die zijn koninklijk geboren. Het is wel een mens, hè? Hij is niet geprogrammeerd of iets dergelijks. Hij is zeker een mens, maar hij heeft ook een voorbeeldfunctie. Ook al wil hij die niet, heeft hij wel. En hij heeft ook aangenomen omdat hij zei dat hij koning wil zijn. Dus dan vind ik ook dat je die moet nastreven. Alexander, ik vind het een toffe vent. Zo'n koning. Wat is er niet erg aan die man? Alles. Hij klopt voor geen moer. Echt niet. Maar zijn baard zat leuk. Het is nou een volwassen vent, vind ik. Ik zou in ieder geval wel weten wat ik zou doen als ik koning zou zijn. 1,5 meter afstand, ook op vakantie.